Hallo, wat ontzettend leuk dat je kijkt naar deze uitzending van Jubilee Live... ...waarin we je willen bemoedigen en willen helpen en willen aanmoedigen in je wandel met God vanuit Gods woord. Omdat we geloven dat je de waarheid zult kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Dat zijn de woorden die Jezus heeft gesproken. En dat is wat Hij nog steeds waarmaakt in de levens van talloze christenen in Nederland en daarbuiten. Hij maakt zijn woord waar. Hij, is een ge Hij waakt over zijn woord om dat te doen. We spreken deze, maand, uh, deze maanden over het thema Alles is Mogelijk. En ik heb het vandaag over de Wet van Geloof. Dit is deel 2. Uh, deel 1 is uh, vorige week uitgezonden. Dus uh, ik raad je aan om deel 1 ook te kijken, zodat je de basis hebt. Want ik ga vandaag daarop voortborduren. Je kan je gebedsverzoek mailen naar prayer@jubilee.nl en uh, daar, waar we, we hebben daar een gebedsteam, hebben we achter het e-mailadres zitten die met jou in uh, overeenstemming zullen staan met datgene waarvoor je God gelooft. We zullen met jou meegeloven en zien hoe je ontvangt wat de Heer je wil geven. Amen. God is een goede God en Hij weet wat je nodig hebt en Hij is een liefdevolle Vader. Hij is een machtige God, Hij is almachtig, maar Hij is een liefdevolle Vader en Hij heeft zorg over jou en Hij leidt jou. Hij is een goede herder. Hij leidt jou naar rustige wateren, naar grazige weiden. Weet dat. Amen. Ik bid ook voor de geest van wijsheid en openbaring over je. Dat je werkelijk openbaring mag ontvangen. Niet alleen hoofdkennis, maar werkelijk openbaring. Geestelijke kennis, geestelijk licht in de kern van je wezen. Zodat je mag zien wat God zegt in zijn woord. Amen. De kerntekst is Marcus, hoofdstuk 9, vers 23 voor dit thema. En dat is waar Jezus zegt. Jezus, er staat toen zei Jezus tegen hem... Of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. En dit is een antwoord op de vraag van, oh, weet je, als u mij kunt helpen in mijn nood, weet je, en soms hoe christenen, uh, weet je, bidden tot God, als u mij kunt helpen. Nee, Jezus zegt het gisteren niet of ik iets kan doen. Het is wel duidelijk dat Hij het kan doen. Hij kan alle dingen doen. God kan alle dingen doen. Maar Hij zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat is ook een van de kernwaarden van Jubilee. Uh, wij geloven dat alles mogelijk is. Wij geloven dat alles mogelijk is. En dat doen we op basis van deze statement van Jezus en zo meer uitspraken van Jezus. Vorige week ben ik gestopt bij Romeino stuk 3 en daar pak ik de draad graag weer op. En ik lees met jou eh, graag uit Romeino stuk 3 vers 27. We hebben vorige keer het hele hoofdstuk gelezen, of althans niet het hele hoofdstuk. Maar we hebben het, 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 hele hoofdstuk, of het hoofdstuk gelezen vanaf vers 19 tot en met vers 28. Maar ik begin vandaag in vers 27. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. En hier zien we dat de Bijbel spreekt over de wet van het geloof. De wet van het geloof. En als de Bijbel zoiets zegt en beschrijft, zoiets als de wet van het geloof, dan willen we weten hoe die wet werkt. Wat is die wet? Hoe werkt die wet? Wat is het principe van die wet? Als we het hebben over wet, kunnen we het ook hebben over wetmatigheid of principe. En dat is ook met waar ik je over, over wil spreken. Sommige mensen die raken een beetje verward. Ik pak hem weer eventjes op bij waar we vorige keer, uh, waar we vorige keer zijn geëindigd. Uh, want ik ga even niet verder in op vers 28. Ik hou hem eventjes bij deze, deze tekst. Die zegt hier door de wet van geloof. Er is dus een wet van geloof. Mensen raken hier soms door verward. Van, hè, maar er is toch maar één wet. Je hebt de wet, dat zijn de tien geboden. Nee. En, en ik zei vorige keer al, en ik wil er vandaag op doorgaan. Denk eens aan de natuurwetten. Heb je wel eens gehoord van natuurwetten? Natuurlijk kennen we de wetten van ons land, en we kennen het burgerlijk wetboek en we kennen de tien geboden. Maar kijk eens naar de natuurwetten. En kijk dan eens naar de wet van de zwaartekracht. Wij kennen allemaal de zwaartekracht. Op een gegeven moment leer je het op school, maar op het moment dat je het leert, dan kom je erachter, oh ja, ik wist al hoe dit werkte omdat je al een paar keer uh, leren lopen, leren fietsen, leren skaten, leren weet ik veel wat allemaal, skateboarden. Je hebt allemaal geleerd wat die wet van de zwaartekracht doet. Als je niet oppast, lig je onderuit en lig je lang uit op deze aardbol. En dat is die zwaartekracht. Er is dus een wetmatigheid. En dan, ik ben zelf niet een natuurkundige, dus uh, uh, ik, ik zal er hier en daar wat over noemen. Maar ik ben, <laughs> ik ben niet een natuurkundige, maar ik heb wel een tijdje natuurkunde gehad op school. En wat je dan had, dan leerde je van de zwaartekracht en de wet van Newton... en, en hoe je dus ook de zwaartekracht kon, kon uitrekenen eigenlijk... en de valsnelheid zelfs kon berekenen van iets wat is dus hoe deze hele wet werkt. Dat het niet zeg maar een soort alleen maar de, de zwaartekracht, weet je dat dat een kracht is... maar dat er een wetmatigheid omheen zit. En zo is het ook met geloof. De Bijbel spreekt over een wet van geloof. Maar er is heel veel te ontdekken. Dat is een wereld aan zich. Het is een wereld aan zich. Net als de wet van de zwaartekracht. En er is dan zeg maar, die zwaartekracht die zegt eigenlijk dat er een neerwaartse druk, ons, druk is. En die, die plakt ons vast op de aarde, zullen we maar zeggen. Hè? Die zorgt ervoor dat wij met de voetjes op de vloer blijven. Hè? Ook alles, weet je wel, everything what comes up, must come down, wordt ook wel eens gezegd: er wordt een uitdrukking van gemaakt. Maar alles wat ik loslaat, ik zal het niet demonstreren. Nou ja, boven de tafel dan. De telefoon. Dus alles wat ik loslaat, je weet wat er gaat gebeuren. Je weet wat er gaat gebeuren. Waarom? Jij kent de zwaartekracht en je kent de wet van de zwaartekracht. Wat is de wet van de zwaartekracht? De wet van de zwaartekracht heeft geen aanziens des persoons. Deze wet werkt voor iedereen op aarde. Of je nou jong bent of oud. Of je nou, nou rood, groen, paars, geel. Wat je ook bent. Wie je ook denkt dat je bent. Maar deze zwaartekracht werkt. Wat je loslaat. Valt naar beneden. Het valt altijd naar beneden. En dat kennen we dus allemaal. We kennen die wet van de zwaartekracht en we weten hoe dat werkt. Maar dan ineens, door de hele geschiedenis heen, waarbij alles naar beneden valt, eh, als mens komen we erachter. Er zijn niet, het is niet alleen, ons leven wordt niet alleen maar bepaald door de wet van de zwaartekracht, er zijn ook allerlei andere wetten. En, want ik bedoel, als we alleen de wet van de zwaartekracht zouden hebben, hoe kan dan een Boeing 747, hoe kan die vliegen? Dat ding weegt 320 ton gemiddeld. 320 ton, 320.000 kilo. Ja, hé, volgens de wetten van de zwaartekracht, de, de, die vliegen, dat ding kan niet vliegen. Je kan het niet eens tillen. Je kan, je moet, je moet, hij is kraan, moet je erbij halen om dat ding te kunnen tillen. Tuurlijk kan dat ding, dit ding kan niet. <t reproduce> Dat ding kan niet vliegen. Doe even normaal, joh. We hebben de zwaartekracht. We hebben de zwaartekracht. Die duwt alles naar beneden. Een mens kan niet vliegen. Dus, maar dit is het hele punt. Wij komen er in één keer achter dat er andere wetten zijn... die ontdekt zijn, waardoor wij in één keer... waardoor wij eigenlijk... Waardoor, zeg maar, je zou kunnen zeggen... wetten die de wet van de zwaartekracht overstijgen... waardoor er ineens dingen mogelijk zijn die daarvoor niet mogelijk waren. Het, het was altijd al mogelijk... Alleen het werd pas veel later ontdekt. En zo is het ook met de wet van geloof. Heel veel christenen, weet je wel, die zeggen: Ja, maar nee, maar waar je over spreekt en de wonderen en de tekenen en de bijen, dat, dat kan helemaal niet. Dat kan, nee, want ik, heb, ik weet het, je hoeft het mij niet te vertellen. Ik weet alles wat ik loslaat, valt altijd aan. Is altijd zo, het zal voor iedereen zo zijn. Ja, is zo, is zo. Maar er zijn andere wetten, er zijn andere wetten. En duizenden jaren lang, rondom de, de wet van de zwaartekracht, duizenden jaren lang, konden mensen helemaal niet vliegen in vliegtuigen. Waarom? Het was nog niet ontdekt. En als jij een wetmatigheid niet hebt ontdekt, kun je het niet hanteren. En kun je ook de voordelen ervan niet, niet ervaren. Je kan de, de voordelen ervan niet benutten. Je, je hebt er niks aan, want je weet het niet. En we hebben het dan over liftkracht en wrijvingskracht en snelheid. Eigenlijk de wet van liftkracht en de wet van de wrijvingskracht en de wet van snelheid. En allemaal wetten die dus allemaal ook er zijn en, en dat, niet alleen die wet is er. En Sommige mensen kwamen erachter, ja maar er is maar één wet, dat is de wet, is de tien geboden, dat is de wet. Nee, zegt Jezus Christus, zegt Jezus Christus, het is het einde van de wet. We zijn gemaakt om te vliegen. Wow, nou dit moet je maar uit gaan leggen en, en hier hebben we het woord van God nodig. God verlangt dat je in een nieuwe level gaat functioneren als christen. Er zijn dingen mogelijk. Het Alles is Mogelijk, dat zegt het al. Dat is een ontzettende vrijmoedige titel. Alles is mogelijk. Ja, hé, hey, uh, hallo, helemaal niet. Want ik weet, als ik dit laat vallen, dan valt hij inderdaad altijd. Nee, 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 zegt God. Alles is mogelijk voor diegene die gelooft. Er zijn andere wetten, als jij weet hoe dat werkt, dan kom je erachter dat dat niet zo is. En ik ga mijn iPhone niet laten zweven hoor. dat ken ik helemaal niet, maar, ik, maar je, snapt, je snapt wat ik bedoel te zeggen. Er zijn principes in Gods woord. Het is geen spelletje. Ik, 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 ik haal een illustratie aan, maar dit is geen spelletje. De dingen van God zijn geen spelletje. Ik haal een illustratie aan, zodat je het mag begrijpen. Maar weet je, als wij de wetten... Als wij, als wij rondom... Als, openbaring over de natuurwetten zorgde er al voor... dat je in één keer meer dan 300.000 kilo... kun je in één keer de, de luchtruim insturen... en het vliegt omhoog alsof het een vogel is. En er zit geen veertje op. Die wetten waren er al lang, vanaf het begin van de schepping... konden vliegtuigen al vliegen. Maar het waren pas de gebroeders Wright... In het jaar 1903, 17 december 1903, dat zij inderdaad hun experiment voor elkaar hadden en dat zij voor het eerst een vliegtuig lieten vliegen. En de gebroeders Wright, die toonden de werking aan van deze wetten. Ze hadden nog niet alle beschrijvingen wellicht, maar door trial en error, door proberen, door vallen en opstaan, door crashes en door wat dan ook, kwamen ze erachter, wauw, dit werkt. En een wereld ging voor ze open. En zo zal voor jou ook een wereld opengaan als je de wet van geloof gaat begrijpen waar de Bijbel zo ontzettend veel over spreekt. Zo is het nu precies ook met ons christenen. Wij leren deze dingen. Wij komen tot erkentenis van de waarheid. Jezus zegt: Je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Halleluja. Johannes hoofdstuk 11, vers 40 is een boeiende tekst. Dat is op een gegeven moment: We hebben daar een heftige situatie. We hebben een grote nood. Lazarus is overleden. En we hebben daar Martha en Maria. En, en Lazarus. En, en oh man, en het, en het zijn allemaal vrienden van Jezus. En. Uh, Jezus, die op een gegeven moment, ja, die, die is er niet en, 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 en er is nood. En Lazarus wordt ziek en hij sterft. En nou komt Jezus, die komt aan, maar hij komt gewoon veel te laat, denken ze. Vier dagen nadat hij overleden is, komt Jezus. En dan Jezus, die komt daar en die wil Gods heerlijkheid laten zien. En Jezus wil de wil van God laten zien. En hier moeten we begrijpen dat de wil van God is niet altijd zoals het leven gaat. Nee. Jezus wil komen in je leven en wil zoals de dingen gaan wil hij verandering inbrengen zodat de heerlijkheid van God zich openbaart en daar heb je geloof voor nodig. Ander voorbeeld. Lucas hoofdstuk 4 zien we dat Jezus predikt in de plaats waar hij is opgegroeid. Hij is immers geboren in Bethlehem, opgegroeid in Nazareth. Maar dan vervolgens, hij groeit daar op en dan begint zijn bediening. Hij is de zoon van God. Wonderen en tekenen, overal en nergens. Maar hij komt in Nazareth, predikt het evangelie. En dan zeggen ze, ja, maar joh, dat kan jij helemaal niet. Wij, wij hebben vroeger met jou gespeeld op het speelplein. En wij hebben samen uh, een ticketje gedaan. En uh, wij kennen jouw broers en je zussen. Kom, kom jij nou vertellen dat er bijzondere krachten in jou, aan jou zijn? En in jou zijn, dat, 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 dat geloven wij niet. En de Bijbel zegt, hij kon daar geen... Werk. Hij, do, hij kon daar geen. Ik ga het letterlijk voor je lezen, want dan heb je, heb je het even helemaal zuiver vanuit Gods woord. <coughs> Prijs de Heer. Even kijken hoor. Waar het staat. Hier zo. Even kijken hoor. Waar staat het? We vinden hem. In Lucas hoofdstuk 4. Hmm. <tie> het staat er hoor. We gaan hem vinden. Waar staat hij? Even zien, even zien. Ik kan hem zo snel even niet vinden. Maar er staat op een gegeven moment en hij kon daar geen machtig werk doen. Ik pak hem eventjes in mijn, in mijn Engelse Bijbel erbij. Mm, dan kan ik hem waarschijnlijk. Mm, wel vinden. Zo stuk 4, even zien. <coughs> Nee, ik kan hem zo eventjes niet vinden. Ik ben hem even kwijt. Ik weet even niet waar hij staat, maar ik ga hem, even, ik, ik ga, ik ga hem nog voor je vinden. En dan ga je dus zien dat hij in Nazareth, de, eigen, de plek waar hij was opgegroeid. daar kon hij geen machtig werk doen omdat, uh, om, vanwege hun ongeloof. Hij kon daar geen machtig werk doen vanwege hun ongeloof. Ik zit dus te kijken, dat is dus niet in, in, in Lucas. Maar dat zal dus staan in uh, in, een, in een ander evangelie van hetzelfde verslag. Ik zal eens even kijken. Ik, ga er eens, ik, ik, ik zal hem nog eens eventjes opzoeken, zodat we. Uh, weet je wat we doen? En zo. Dat is ook een goede aanrader voor jezelf op het moment dat je denkt: Waar staat die tekst ook alweer? En hij kon daar geen wonder doen. Nazareth. Vanwege hun ongeloof. Marcus. Hoofdstuk 6, vers 5. Matthäus, Marcus. <coughs> Marcus, hoofdstuk 6. Marcus, hoofdstuk 6. Vers 5. In Nazareth. Hij kwam daarbij in zijn vaderstad en zei, sorry dat het even duurde, maar zo is dat soms. Hè? Soms weet je het uit je hoofd en soms is het even zoeken. En toen het Sabbat geboor, geboor, uh, geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. Velen die luisterden stonden ervan versteld en zeiden, wie heeft deze die dingen, uh, wie, uh, waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en van Judas en Simon? En zijn zijn zussen niet hier bij ons? En zijn namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen. En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en hij genas hen... De wil van God was wel om een kracht, om de kracht van God te laten zien, die was er wel. De wil van God was het wel, maar hij kon het niet. En waarom kon hij het niet? Omdat er ongeloof was. En zo is het ook vaak in de levens van christenen. Soms onbedoeld, maar er is zoveel ongeloof. Zoveel ongeloof. Ja, God, nou, ik weet niet, God, nee, de wonderen, wonderen, de wonderen is niet meer van deze tijd. Natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Het is zelfs bepalend, jouw en mijn geloof is bepalend of God wonderen kan doen. Jezus kon geen wonder. En Hij kon daar geen kracht doen, staat hier. Maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en hij genas hen. Dus hij deed maar een paar. nou Dat zijn al geweldige wonderen, hè, zou je kunnen zeggen, maar hij wilde nog veel meer doen, maar het kon niet vanwege hun ongeloof. Zie je dat? Vanwege hun ongeloof. Want hij werd niet geëerd. Zijn namen aanstoten aan hen en hij verwonderde zich: vers 6, over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in de omgeving rond en hij gaf er onderwijs. Dus het punt is: ongeloof beperkt de werking van God in jou en mijn leven. Dus je zou kunnen zeggen: Je hebt een wet van geloof, maar je hebt ook een wet van ongeloof. Wat zegt de wet van ongeloof? Als je het niet gelooft, krijg je het niet. Je krijgt wat je niet gelooft. Je gelooft het niet, dan krijg je het ook niet. Jezus kon het, dus hij liet het zien op andere plekken, maar ze geloofden hem niet, ze ontvingen hem niet, ze namen aanstoot en ze kregen het dus ook niet. God kon daar zijn kracht niet laten zien. En jammer genoeg is het dus zo in de levens van christenen ook zo. Als wij leven in ongeloof, kan God geen wonder in je leven doen. Dus daar wil ik niet zitten. Ik wil daar niet zitten, jij wil daar niet zitten. Je wil niet zitten in ongeloof. En je wil mensen niet in ongeloof hebben. Je wil christenen, mede-christenen niet in ongeloof hebben. Welke stroom je ook vandaan komt, maakt niet uit. Maar je wil niet in ongeloof zitten. Je wil in geloof zitten. Terug naar Johannes, hoofdstuk 11, vers 40. Lazarus was dood. Jezus die kreeg het te horen al eerder toen hij ziek was, maar hij wacht nog even en hij komt pas vier dagen nadat hij is overleden, komt hij. Martha en Maria in alle staten, super verdrietig, iedereen aan het huilen, aan het weenen, aan het rouwen. En dan zegt Jezus: Rol de steen weg, want hij gaat hem opwekken uit de dood. Nee, zegt Marta, niet doen, niet doen, zegt ze in Johannes zelf. Hij is al vier dagen dood, hij stinkt als een mannen. Dit moet je niet willen, hij stinkt, hij stinkt. dit is verschrikkelijk, dit moet je niet doen. Hou de steen ervoor. Hé, hey, Marta, laat Jezus Jezus zijn. Laat Jezus Jezus zijn. Maar nee, wij zitten soms zo vast. In, wij zijn zo overmand door de ellende die ons is overkomen. En er was ellende gebeurd, zoals haar, haar broer dat je begraven en alles, Ze had alle rouw, iedereen had gecondoleerd, het was verschrikkelijk, dus was dat helemaal er middenin. Maar haar geloof was helemaal bepaald door de omstandigheden. Haar geloof was niet meer gericht op Jezus. Haar geloof was gericht op de ellende. En daar moeten we vanaf. Als ons geloof nog steeds zit, sommige christenen zitten vast in hun geloof bij hun ellende. Heb niet geloof in je ellende, heb geloof in God. Hij kan de ellende omkeren. Hij kan de ellende omkeren in jouw leven in de naam van de Heer Jezus Christus. Er is een hoopvolle toekomst voor jou. Maakt niet uit in welke ellende je op dit moment zit. God kan het omkeren. In de naam van Jezus. Geloof je het? Want Johannes hoofdstuk 11, vers 40 zegt: Jezus zei tegen haar, tegen Martha: Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft, Martha. Geloof. En hij wilde mensen, dat zie je weer zo'n voorbeeld. Net als bij die vader van die maanzieke jongen. Hij wil, ze hebben, hij wil mensen hebben in geloof. Ik heb je toch gezegd: je zult Gods grootheid zien als je gelooft. Kom op, Martha, stroom met mij mee. Leer om met mij mee te stromen, zegt Jezus tegen Martha. Leer om mij te vertrouwen. Leer om mij te geloven. Leer om het bovennatuurlijke te accepteren. Ik doe wonderen die voor jou eigen, in jouw eigen kracht niet mogelijk zijn. Ik kan dingen doen die jij zelf niet kan doen, maar vertrouw je mij. Zij geloofden wel in Jezus? Oh ja, want ze zei ook: Jezus, als u hier geweest was, dan was het, zou het niet gebeurd zijn, maar u bent gewoon te laat. Dus ze geloofde wel in Jezus, maar op haar eigen manier. Volgens haar eigen methode. Zoals zij gewend was dat Jezus zijn dingen deed. Maar Jezus is niet te vangen in een methode. En hij is niet te vangen in een vorm. En hij is niet te vangen in een denominatie. En hij is niet te vangen in een traditie. Jezus is God. En God bepaalt zelf hoe hij wil bewegen. Halleluja. En zij geloofde dus wel in Jezus. Ze had wel een fundament, maar ze had geen geloof voor een wonder. Ze zei: nee, haal die steen niet weg. Het stinkt nu verschrikkelijk. Later is hij al vier dagen dood. En vanwege haar beperkte kennis van de wet van geloof, verhinderde ze bijna een groot wonder. Want we, we weten hoe het, uit, hoe het uitpakte: de steen werd weggerold. Lazarus, kom uit dat graf. En Jezus gebood hem. En hij kwam uit dat graf. En, en, en hij was ingewikkeld nog in zijn grafdoeken. En ze haalden de doeken van hem af. En de man stond op uit de dood. Hij stond op uit de dood. Een giga wonder. Dit is dezelfde God die wij dienen. Hij is dezelfde. Jezus Christus is dezelfde. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid is hij dezelfde. En wat we dus zien, veel mensen, veel christenen zitten vast. We zitten vast in oude patronen. Sommige christenen zitten vast onder de tien geboden. Ze zitten vast in een oud-testamentische openbaring van wie God is. Ze zitten vast in wat je, wat je weet je, de tien geboden... Je zit vast in hun geloofsleven wordt bepaald. Dit is wat wij moeten doen, want wij zijn christen. Dit mogen wij niet doen, want wij zijn christen. Ze zitten vastgeplakt hier op aarde. Ze hebben op een openbaring van de zwaartekracht, wat een prachtig begin is. Maar er is meer. Ze zitten nog steeds gebonden in zonde. We zitten gebonden in veroordeling. En zo kun je niet vliegen. Zo kun je niet ontvangen de grootheid van God. Zo kun je niet samenstromen met God en Gods wonderen zien. Het vraagt een andere houding van jou en mij. Het is tijd om los te breken, lieve broer, lieve zus. Het is tijd om los te breken. Weg uit geloof. Weg uit je vorm. Weg uit je traditie. Weg uit alles hoe jij hebt bedacht hoe God zou bewegen. God laat zich niet vangen. Hij is God, halleluja. Hij verlangt dat we Hem geloven, dat we Hem vertrouwen, dat we Hem nemen op zijn woord. Geloof, heb geloof in God. Ik wil met je lezen uit Romeino stuk 8. Romein's stuk 8. Lees eens met me mee uit Romeino stuk 8, waar nog een paar van deze krachtige waarheden staan die ik vandaag aan wil raken. Romeino stuk 8, vers 1. Er dus er is nu geen verdoemenis. Andere vertaling zegt er is nu geen veroordeling. Dus er is nu geen veroordeling. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat betekent de macht van veroordeling, de stem van veroordeling, de invloed van veroordeling is niet rechtmatig in het leven van een persoon die in Christus Jezus is. Als Jezus Christus jouw Heer is. Je gelooft in Hem, je bent gedoopt in zijn naam. Dan ben je in een nieuwe schepping, het oude is voorbij. En er is geen verdoemenis meer voor jou. Er is geen veroordeling meer in jou. Veroordeling is geen invloed vanuit God meer. In je leven is elke vorm van veroordeling is onrechtmatig geworden, omdat God je gerechtvaardigd heeft, omdat God je geheiligd heeft, omdat God je schoongewassen heeft. Volgens 1 Corinthous 6, vers 11. Amen. Dan staat er, er is geen verdoemenis, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is een van de grote kenmerken van iemand die in Christus Jezus is. Die wandelt niet meer naar het vlees, die wandelt niet meer naar de oude natuur, die wandelt in de nieuwe natuur. En die nieuwe natuur, die wordt beschreven als zijnde de natuur van de geest. Die staat geest met een hoofdletter, maar ik denk dat hij beter had kunnen staan... een geest met een kleine letter. Want toen Jezus sprak over de wederomgeboorte van de geest... de wederomgeboorte van de menselijke geest, zou je kunnen zeggen... in Johannes hoofdstuk 3 had hij het ook niet over een geest met een grote G... hij had het over de wederomgeboren geest. Dat is jouw wederomgeboren geest, die absoluut gekoppeld is met de heilige geest... met een hoofdletter, maar de Bijbel leert ons... wij zijn een geest, wij hebben een ziel en wij wonen in een lichaam. En als wij Christus niet als Heer hebben, hebben wij een verloren geest... Geest. Onze geest is er wel, maar die is latent en die is dood. Die is, die is aanwezig, maar die is dood, zegt de Bijbel. Het is versteend, het is dood, het is afgescheiden van het leven van God. Het is dood en daarom zijn we ook voor eeuwig verloren op het moment dat we Jezus Christus nog niet aan hebben genomen als Heer en Verlosser. We hebben zijn offer nog niet aangenomen en dan leven wij in, de, in, 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 uh, in het meest erge waar je in kunt leven, ongeloof. En soms ongeloof door onwetendheid. Maar de Bijbel zegt er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Die, die persoon in Christus Jezus is een persoon die leeft vanuit zijn nieuwe identiteit. Zijn gerechtvaardigde identiteit. Niet ik ben een zondaar, gered door genade. Nee, dan zeg je eigenlijk ik ben vlees en ik, ben, en ik leef naar het vlees en ik ben in de geest. Nee, 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 nee. nee. Het vlees heb je gekruisigd met zijn begeerten en met zijn hartstochten, zegt de Bijbel in Gelato stuk 5. Dus die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Vers 2. Hier staan krachtige dingen. Want de wet, hier lezen we weer over een wet. We hebben het hier weer niet over de wet van de, de tien geboden. Of over de wet van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. We hebben het over het wet. De wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt, zegt Paulus. Van de wet van de zonde en van de dood. Wauw. Dus daar waar we het hebben over de wet van geloof, de wet van het Nieuwe Testament, de wetmatigheid die nu gekomen is door de Heer Jezus Christus, de, 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 de wet van geloof en de wet van genade zou je kunnen zeggen, wat heel tegenstrijdig lijkt, wat de tegenhanger is van de wet van het Oude Testament... De wet, spreekt hier wordt er gesproken over de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. En hier zien wij dat het Nieuwe Testamentische Christen de wet van geloof wordt ook wel genoemd de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. En die heeft mij vrijgemaakt van de wet zoals wij die kenden, de wet van veroordeling. Paulus noemt het ook wel de wet van veroordeling. De bediening van de dood. De wet van Mozes. Want het bracht veroordeling. Het liet ons weten kennen zonde. Het liet ons kennen zonde. Is de wet dan, was de wet dan zo fout? Nee, de wet is heilig. De wet is volmaakt. Maar de uitwerking van de wet is dat het veroordeling bracht. En al, ons allen onder de zonde schaarde. Wat ook nodig was. Zodat wij ook allen in aanmerking kwamen voor de gerechtigheid van God. Geopenbaard niet door werken, maar door genade alleen. Door het offer van Christus Jezus. Maar hier staat: de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt. Niet, ja, later word ik vrijgemaakt, straks in de hemel ben ik vrijgemaakt. Nee, ik ben nu vrijgemaakt, zegt Paulus. En jij bent nu vrijgemaakt als jij in Christus Jezus bent. Hij heeft mij vrijgemaakt van welke wet? Van de wet. De wet van de zonde en de wet van de dood wordt het ook wel genoemd. Ik ben er vrij van. Ik ben er vrij van, door de wet van de geest van het leven, die is in Christus Jezus. De boodschap die hij predikte, de geest die hij bracht, de bedeling die hij beschikbaar heeft gesteld voor de nieuwtestamentische gelovigen. Prijs de Heer, vers 3. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden. In de gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde heeft hij veroordeeld in het vlees. Laten we eens even kijken wat hier staat. Let's break this down. Want wat voor de wet onmogelijk was. Weet je, de wet was heilig, de wet was goed. Maar de wet had zijn beperkingen. Er waren heel wat dingen die waren onmogelijk voor de wet. En wat was het probleem van de wet? De wet was de standaard, maar de wet was krachteloos. Het was krachteloos. Dus het was weliswaar een openbaring van Gods standaard, maar het had niet de kracht om de mens te helpen. Het was slechts de standaard. Het was de boodschap van Gods standaard. En het had niet de kracht om. en dat maakt, dat maakt de werk zwak. The weakness of the law, zoals het in het Engels ook staat. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos, zwak zoals zij was, door het vlees, dat heeft God recht getrokken. Daar heeft God een stokje voor gestoken. Wat maakt de wet zwak? Wat is het zwakke van de wet? Het zegt je, dit is de standaard. Maar het geeft je vervolgens niet de kracht om te kunnen wandelen volgens die standaard. Dus het zegt, zo zou het moeten zijn. Maar het heeft vervolgens geen kracht. De wet heeft geen kracht. De wet heeft geen kracht. De wet had slechts alleen. Het resultaat van de wet was veroordeling. Het was alleen maar om de zonde te doen kennen. Het bracht veroordeling. Het bracht de dood. De wet inherent was goed. Maar de uitwerking was zonde, veroordeling en dood. Het was krachteloos in de wet. Zo had God ook niet bedoeld hoor. Maar het was ook zo. Want het was niet bedoeld om krachtvol te zijn. De wet was, niet kracht, was zonder kracht. En het was zwak door het vlees. De mensen keken ernaar en kregen geen kracht van de wet. Nee, kregen slechts de standaard van de wet. Zo zou het moeten zijn. En kwamen vervolgens tot de conclusie dat ze zelf te weinig kracht hadden om daarin te kunnen wandelen. Maar hij zegt: God heeft daar een stokje voor gestoken. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn eigen zoon gezonden... in de gedaante aan het, aan het zondige... Aan, het geda, aan een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Jezus Christus is gekomen als mens. Hij was volledig mens en volledig God. En als volledig mens in de, in de zondige gedaante... een vleeselijk lichaam hebbende zoals jij en ik... is hij gekomen. En hij is gekomen omwille van die macht van de zonde. En het was niet de zonde die over hem macht had. Nee, de Bijbel zegt hij veroordeelt. ...de zonde in zijn vlees. Met zijn lichaam ging hij niet... ...omdat er geen zonde in hem was. En hij volledig wandelde... ...in de gerechtigheid van God. De macht van de zonde was niet uit hem... ...omdat hij, hij was geboren... ...met Gods natuur in hem. En de macht van de zonde had in hem geen vat. En hij kwam in de gedaante van zondig vlees. Maar ook de macht van de zonde... ...kon zijn macht en zijn invloed... ...niet uitoefenen op hem. De zonde kon zijn uitwerking niet hebben in hem. Hij zondigde niet. Hij was zonder zonde... Tot de laatste dag dat hij hier op aarde was, was hij zonder zonde. En de zonde veroordeelde hem niet. De wet veroordeelde hem niet. Nee, hij veroordeelde de wet. Hij veroordeelde de macht van de zonde. Hij veroordeelde de macht van de duisternis. Hij veroordeelde de macht van de zonde. Hij voldeed aan de eis van de wet. Ja, 100%. En maakte daarmee een einde aan dit tijdperk van de wet voor diegenen die zijn in Christus Jezus. Vers 4. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Hij vervulde de rechtvaardige eis van de wet. Hij was zonder zonde en vervolgens stierf hij aan het kruis. En hij betaalde daarvoor al jouw en mijn zonde. En voor, on, voor de macht van de zonde en voor onze zondige natuur nam hij op zich op dat vreselijke kruis. En hij overwon, want ook de dood kon hem niet vasthouden. Hij overwon zelfs de macht van de dood en daarmee overwon hij de zonde. En hij overwon de dood en hij kocht ons vrij door zijn bloed, zegt de Bijbel. En de Bijbel zegt dat wij vervolgens in diezelfde vrijheid kunnen wandelen, de vrijheid van de Heer Jezus Christus, als wij niet wandelen naar het vlees, maar, door de, maar naar de geest. En dit is dus geweldig. Wij kunnen het nu, omdat wij een wederomgeboren geest hebben, kunnen wij nu wandelen naar het vlees. Uh, sorry, naar de geest en niet naar het vlees. De Bijbel zegt wij kunnen door de geest kunnen de werken van het vlees doden. Wij zijn niet meer slaaf van de zonde, wij zijn niet meer slaaf van het vlees. Wij kunnen in de geest vanuit onze wederomgeboren geest leven en wij kunnen daarmee afrekenen met elke invloed van zonde. Prijs de Heer, vers 5. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Vlees betekent je oude natuur, de zondige natuur. Immers, zij die naar het vlees zijn, de oude natuur, de zondige natuur, die bedenken de dingen van het vlees. Die zijn bezig met zonde. Die gaan daar hun aandacht op richten. Maar zij die naar de geest zijn, die bedenken de dingen van de geest. Je bent bezig met het woord van God zoals je vandaag bent. Je bent bezig met het zoeken, wat is de wil van God voor mijn leven? Je wil je vullen met Gods woord, je wil je vullen met de waarheid. Je, je gaat bijbelschool doen, je, 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 je gaat naar de, naar de gemeente. Je, je, je gaat daar waar het woord van God gepredikt en verkondigd wordt. Je kan er niet genoeg van krijgen. Je hebt een levensstijl van gebed. Je prijst de Heren. Je hebt Hem centraal in je leven. Je leeft naar de geest. O oh man, er is geen haar op je hoofd die erover nadenkt om te zondigen. Vers 6. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. En de Bijbel leert dus: we hebben daar absoluut een keus. Je hebt dagelijks nog een keus. Het mooie was toen we leven onder, leefden onder de zonde: hadden we geen keus. Er was maar één keus: zonde. En je zal elke, elke keer weer vervallen in zonde. Maar nu, als nieuwtestamentische nieuw christen, wederom geboren door geloof in Christus Jezus, heb je een keus. Je regeert over de zonde, je bent dood voor de zonde. De macht van de zonde is gebroken over je. Je leeft niet langer onder de wet. Je leeft gerechtvaardigd, schoongewassen, geheiligd. En, 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 en um, dat. Amen. Een nieuwe schepping in Christus Jezus. Je kan nog steeds kiezen voor de zonde, maar waarom zou je? Waarom zou je leven als een beest als je geboren bent, als je wederom geboren bent om te leven als een koningskind? En het denken van de geest is leven en vrede, terwijl de weg van het vlees is dood. Prijs de Heer, wat een krachtige waarheid. Wauw, man, wat een waarheid, wat een waarheid. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt. Zeg eens, spreek dit eens uit wat hier staat in het woord van God. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt. Van de wet van de zonde en van de dood. Ik zit niet meer onder de wet van de zonde, de wetmatigheid. Ik zit niet meer onder die zwaartekracht. Ik zit niet meer onder die zwaartekracht die mij naar beneden duwt, die mij naar beneden trekt. Nee, ik heb de wet van de liftkracht, ik heb de wet, die wet heb ik ontdekt. Jezus, de wet van de geest, van leven in Christus. Jezus die heeft, me, die heeft me overal bovenuit getrokken en ik heb ineens een luchtruim als mijn ruimte. En ik vlieg samen met hem als op vleugels van arenden. Halleluja. Ik ben vrij van de macht van de zonde en de dood. De ene wet maakt je vrij van de andere wet. De wet van de geest van het, van het leven in Christus Jezus maakt je vrij van de wet van veroordeling. We willen dus groeien in kennis en openbaring over de wet van geloof. Deze wet van de geest van leven in Christus Jezus. Als je niet, zoiets, als je niet weet dat er zoiets is als de wet van geloof, zul je er ook nooit mee kunnen vliegen. En, en dit is heel kenmerkend hoor, in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament. Wat je niet weet, daar kun je ook niet in wandelen. Het is er wel, maar als jij het niet weet, dan zal je het niet kunnen ontvangen. Een voorbeeld daarvan zien we in Handelingen hoofdstuk 19. Lees eens met me mee, Handelingen hoofdstuk 19. Als je bijvoorbeeld leest vanaf vers 1, Handelingen hoofdstuk 19, lees het, lees het volgende. Er staat terwijl Apollos in Korinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. We lezen een prachtig verslag, het gaat even over heel wat anders, maar het, het, het toont dit principe aan. Wat je niet weet, kun je niet in wandelen. Als je niet weet hoe deze dingen werken, kun je er niet in wandelen. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, discipelen van de Heer Jezus Christus. Vers 2. En hij vroeg aan hen, aan wie hij vroeg, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Nou, dit zou ook een goede vraag zijn voor jou. Heb jij de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? En ze antwoordden, nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest. Ze hadden niet eens gehoord van het bestaan van een Heilige Geest. Dus het waren leerlingen van de Heer Jezus Christus. Maar ze hadden de Heilige Geest nooit ontvangen, want ze hadden nooit gehoord dat er zoiets was als een Heilige Geest. En als je er niet van hebt gehoord, kun je het ook niet ontvangen. Dat is wel duidelijk. De leerlingen hadden het niet, want ze wisten ook niet dat het er was. Ik ken nog heel veel andere voorbeelden. Ik ken mensen die echt wel weten vanuit bijbelse context: er is een Heilige Geest, maar hem niet hebben. En die ook een belijdenis hebben, ik geloof in de Heilige Geest. Maar hem niet ervaren in hun leven. Maar het geen handen en voeten kunnen geven. Helemaal niet weten wat ze moeten met deze, deze, deze derde persoon van de Godheid, de Heilige Geest. God de Vader is bekend. God de Zoon is bekend. En, en, en God de Bijbel is bekend. Maar God de Geest is, weet je, wat, wat moeten we ermee? Terwijl dat de kenmerk is van de Nieuw-Testamentische Christen. Je zult de Heilige Geest ontvangen. Je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over je is gekomen. Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Ze antwoorden, nee. Ze waren dus wel tot geloof gekomen, maar ze hadden de Geest van God niet ontvangen. Talloze christenen vandaag de dag die tot geloof zijn gekomen, maar de Heilige Geest nog nooit hebben ontvangen. Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest, vers 3. Het is niet erg als je dan een gelovige tegenkomt die wel weet hoe dat werkt en wat de Bijbel erover zegt. Kijk maar, hij vroeg, hoe zijn jullie dan gedoopt? En ze zeiden, nou we zijn gedoopt, we zijn gedoopt met de doop van Johannes, antwoorden ze. Daarop zei Paulus, oké. Okay. Nou Johannes, hij begint dat uit te leggen. Hij zei Johannes, die doopte de mensen die tot inkeer kwamen. En die zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus. Dus hij begint uit te leggen, hij zegt, oké, okay, dat was niet de slechte doop. Dat was niet de verkeerde doop. Alleen er is iets meer voor je. En zo vandaag de dag, heel veel van ons zijn niet gedoopt in de doop van Johannes. Maar velen zijn wel bijvoorbeeld gedoopt als kinderdoop. Nou, een kinderdoop is een doop die je kiest je ouders voor je. Dit is ook zo'n voorbeeld. Heb jij niet gedoopt in de Heilige Geest? Nee, ja, nee, nee niet gedoopt. Nou, waar ben je dan in gedoopt? Nou ja, ik ben gedoopt als kind. Oh, wacht eens even. Oké, okay, maar wacht even. Er is meer. Er is meer. Er is meer dan de Kinderdood. De Kinderdood was een keuze van je ouders. Die wilden jou opdragen aan de Heer. Gezegend zijn je ouders. Als je zulke ouders hebt gehad, prijs de Heer die intentie. Prachtig. Geweldig. De Bijbel zegt overigens dat het geloof, dat, dat, dat kinderen geheiligd zijn in het geloof van hun ouders. Maar goed, volgens tradities en, en mensen laten hun kinderen dopen. Uiteindelijk komt er een moment in jouw leven dat jij zelf kiest. Jij gelooft met jouw hart. Ik, ik, ik kan niet meesurfen op het geloof van mijn ouders. Als ik ook geen kind. Er komt een leeftijd dat ik op een gegeven moment, en ik denk dat dat is rond de leeftijd van 14, 15 jaar oud, dat een kind verantwoordelijkheid gaat dragen voor God. En dat een kind zelf keuzes gaat maken die gaat zelf keuzes maken en die gaat daarmee wordt zijn of haar keuze wordt leidend voor een eeuwige bestemming. Dan komt het in hun hart komt het erop aan of ze geloven ja of nee. Dan kun je niet meer. Op een gegeven moment ga je weg onder de geestelijke bescherming van je ouders en kies jezelf. en dan gehoorzaam jij de woorden van Jezus. Geloof, bekeer, je, laat je dopen. En dan laat je je dopen door onderdompeling. Maar dit is ook zo'n voorbeeld. Paulus die begint uit te leggen zei die Johannes doop, oké, okay, top, geweldige eerste stap, maar hij zei juist er komt Jezus en je moet hem volgen. Oh, Oké, okay. zo zit het. Vers 5. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Dus ze lieten zich opnieuw dopen. Nu in de naam van de Heer Jezus. En we gaan verder. Vers 6. En toen Paulus hun de handen had opgelegd... Weet je, wanneer is jou de handen opgelegd? Het is heel belangrijk dat het onderdeel is van je kerkcultuur dat handen worden opgelegd. We zien het door de hele Bijbel heen. Handen worden opgelegd. Leg handen op. De man en de vrouw van God, die horen handen op te leggen, zodat de kracht van God kan stromen. En dat is wat we zien door de hele Bijbel heen. Dus dat is als wij, als wij willen doen wat God van ons vraagt, dan moeten er handen op worden gelegd. Toen Paulus hun de handen op opgelegd, daalde de Heilige Geest op en neer. Als wij doen en wij functioneren volgens de orde van God, zal God antwoorden met zijn kracht en met zijn Heilige Geest. Handen werden opgelegd en de Heilige Geest daalde op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken. En profeteerden. Bovennatuurlijke dingen deden zij. En voor ons is het bovennatuurlijk, maar voor God is het heel natuurlijk. Dit is wat erbij hoort. Als de Heilige Geest in je leven komt, dat is de bedoeling. Paulus zegt: Dit is de bedoeling. Dat je gedoopt wordt in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat je, dat je vervolgens dat je de handen op wordt opgelegd. En dat de Heilige Geest komt met kracht. En ineens kun je bovennatuurlijke dingen kun je doen. Je spreekt in een onbekende taal, waarin je verstand onvruchtbaar is. De taal van de Geest. Je spreekt geheimenissen voor God. En je spreekt een perfect gebed. Je spreekt de klanktaal en, het, en, het, en in de geest zet het dingen om. En het doet iets in jouw geest en het doet iets in de atmosfeer. Het is een bovennatuurlijk ding wat God wil geven aan elke gelovige. En zij profiteerden. Zij begonnen de, de gedachten van God begonnen zij te horen en te spreken over, over de mensen om zich heen. Ze begonnen de wil van God te verklaren. Bovennatuurlijk, eerst deden ze dit, dit soort dingen helemaal niet hoor. Maar nu ineens wel, want het Heilige Geest was over hen gekomen, vers 7. De hele groep bestond uit ongeveer twaalf mensen. Dus er waren gewoon twaalf leerlingen en ze krijgen de volledige portie opnieuw gedoopt, handen opgelegd, heilige geest gevuld, klanktaal, profiteren. Halleluja. Maar zij moesten wel horen dat er een heilige geest was. En ze moesten wel horen dat al deze dingen beschikbaar waren. Toen ze het niet hoorden, konden ze er ook niet in functioneren. En maar al te veel christenen functioneren, hebben een leven waarin ze niet leven en genieten van de volheid van God. Terwijl ze echt wel de teksten lezen die ook Jezus zegt, ik ben gekomen omdat je leven hebt en dat in overvloed. Maar als je dan naar hun leven kijkt, is het wel en is, 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 is het, hoe noem je dat? Uh, 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 uh. Kwel en wee. Het is ellende op ellende. Dat is niet hoe God het heeft bedoeld, dat is niet waar Jezus voor kwam. Maar ja, als je niet anders weet en je hebt niet anders ontdekt, dan zal dat ook de vrucht zijn van je leven. Dat, de, ik bedoel, want je zal er niet tegenop staan. Je gaat niet zeggen, oh dit moet anders. Nee, want je denkt misschien wel, ja dit is hoe God het me geeft, dus zo zal ik het maar ontvangen. En dat is helemaal niet de houding die we zien in het woord van God. Dat is niet de wet van geloof die we hier zien. Zonder het te horen kun je niet weten dat het er is en kun je er dus ook niet in wandelen. Of kun je er ook niet mee vliegen, beter gezegd. Dit haalt ook het ongebalanceerde argument van een soevereine God, haalt het ook helemaal onderuit. Want weet je, wat ze dan zeggen is dat oh, als God het wil, dan doet hij het wel. God is soeverein als hij het wil en als hij het wil geven, dan doet hij het wel. Nee, 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 dat zien we net in handelingen hebben we dat gelezen. Nee, niet als God het wil. Nee, er moet iemand zijn die het aan hun predikt. Paulus moest het aan hun uitleggen, vervolgens moest het er handel worden Volgens het patroon zoals Jezus het had hun had gegeven. Nee, ja, als God het wil. Nee, God wil dat je de waarheid van Gods woord hoort, dat je vervolgens daarin geloof op uitstapt, dat de mannen en vrouwen van God, gevuld met de Heilige Geest, doen wat hun opgedragen wordt volgens het Woord van God, zodat God zijn wil gedaan wordt. Zijn wil wordt gedaan. Mensen stappen uit en stappen uit in geloof en gehoorzaamheid. En dan wordt de wil van God gedaan. Nee, jij moet het horen. Iemand moet het je onderwijzen. Iemand moet door God gestuurd zijn om een boodschap van het evangelie in zijn volheid te prediken aan jou. Zodat jij vervolgens kan geloven. En dat jij vervolgens alles kunt ontvangen wat God voor je heeft. En dat lees je ook in Romeino 10, vers 4 tot 17. Dat gaan we als laatste stukje, wil ik dat met je lezen. Romeino stuk 10, vers 4 tot 17. Hier, lezen we, hier leren we weer een belangrijk aspect van de wet van geloof. Het begint zo. Want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Mooi. Prachtig. Ik pak hem er even bij in de Engelse Bijbel. Vind ik hem ook heel mooi. Romein hoofdstuk 10. Romein hoofdstuk 10. Vers 4. For Christ is the end of the law. For righteousness to everyone who believes. Want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Voor Christus, voor Christ, voor Christ, want Christus is het einde van de wet. Want Christus is het einde van de wet. Voor gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Weer gaat Paulus door over dat ding van werken van de wet en gerechtigheid. Dat zijn twee losse dingen. Jezus Christus die, die drijft een weg, zou je kunnen zeggen, tussen beiden. Werken van de wet, de wet van geloof. Oké, okay, volgende vers. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens, zal deze dingen gedaan, de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. Anders gezegd, de wet was een systeem aan zich. Als je de wet had, dan leefde je daaruit. En hij zegt: dat is, het, dat, is dan, dat is dan wat recht is, wat zuiver is. En de mensen die leefden onder de wet, die moesten ook leven volgens de wet. Dat was het systeem waar je in zat. En hij zegt: dat was het systeem van Mozes. Toen was dat goed. Het was niet volmaakt, zeker niet, want anders, anders was er geen behoefte geweest voor een nieuw verbond. Dus het was zeker niet volmaakt. De Bijbel spreekt daarover. In, 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 um, in Hebreeën. Het was niet goed. Het was zwak. Omdat het gewoon wat ik net al zei. De, de, wet, de wet gaf niet de kracht. Had niet de kracht in zich. En daardoor was het zwak. Het zei wat je moest doen. Maar mensen konden, zich, konden er niet in wandelen. En konden zich er niet aan houden. En dus. moest er een einde komen. Ik heb meer in de Engelse Bijbel. Hmm. Ik lees even met je mee uit, ik pak hem even de Nederlandse Bijbel, hier, de, de Nederlandse Bijbel erbij, in, in Hebraeo stuk 8, vanaf vers 7. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Als dat oude goed was, de wet van Mozes, het verbond van Mozes, dan zou er geen plaats geweest zijn voor een tweede als dat onberispelijk was. En dan zegt hij op een gegeven moment, want hem berispend, zegt hij tegen hem, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hem bij de hand nam om hen uit het land, op het land Egypte uit te leiden, want zij bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere, want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël zal sluiten na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven, anders gezegd de wederom geboren geest. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: kende de Heer? Want ze zullen allen mij kennen van klein tot groot onder hen. Dit is een bijzonder profetisch woord voor het volk Israël. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, zegt de Bijbel hier, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert staat op het punt te verdwijnen. We zien dus een nieuw verbond en er is een oud verbond. Mozes schrijft over die gerechtigheid die uit de wet is. De mens zal deze dingen gedaan heeft zal daardoor leven. Vers 6. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus, anders gezegd, we hebben een andere nieuwe gerechtigheid die nu gepresenteerd is, los van werken van de wet. Die spreekt al dus, zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen. Ik doe mijn best, ik klim mijzelf, ik werk mijzelf op naar de hemel. Zodat ik Christus naar beneden mag brengen. Ik ben bezig, ik doe werken, werken, werken. Ik werk mijzelf op. Hij zegt, nee, 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 nee. Zeg dat niet in je hart. Volgende vers of wie zal in de afgrond neerdalen. Oh, ik lager, lager, lager. Ik moet lager. Ik ben zo slecht. Ik ben zo slecht. Ik moet lager, lager, lager. Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Nee, ook dat zegt dat ook niet. Vers 8. Maar wat zegt zij wel? Dicht bij u is het woord. En hier zien we de gerechtigheid die is door Christus Jezus. Die brengt ons naar het woord. Dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dat is het woord van het geloof dat wij prediken. We hebben het over de wet van geloof. Hier wordt gesproken over het woord van geloof. Dit is over deze nieuwe wetmatigheid van geloof. Deze, deze, deze je zou kunnen zeggen, deze wet van lift. Dit wat jou doet vliegen in het Nieuwe Testament. Dit wat jou doet vliegen, om het zo maar te zeggen. En de vrijheid waartoe Christus jou geroepen... Heeft. Dichtbij is het woord in uw mond en in uw hart. Dat is het woord van geloof dat wij prediken. En dat is ook hoe je het is. Doordat het gepredikt wordt kun je het geloven. Doordat de mensen weten ik ben geroepen om te prediken. Daardoor gaan mensen de waarheid horen en komen ze in de vrijheid. Volgende vers. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt... zult u zalig worden. Halleluja. Je, je beleidt met je mond en je gelooft met je hart. En dat is het enige wat nodig is om, om zalig te worden, om eeuwig leven te ontvangen. Vers 10. Want. Met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond beleidt men tot zaligheid. En hier zien we de beschrijving van hoe de wetmatigheid van geloof werkt. Ik geloof met mijn hart en ik beleid met mijn mond. En die twee samen, als die in harmonie zijn. Het komt eerst, en dat gaan we zo nog leren: Het woord van het Evangelie komt tot mij. Ik geloof het. En omdat ik het geloof met mijn hart, zal ik het ook beleiden met mijn mond. En als ik het geloof met mijn hart en beleid met mijn mond, dan zal het resultaat zijn. Eeuwig leven. Het resultaat zal zijn: de wil van God wordt gedaan. De wet van geloof werkt dus al dus. Ik geloof met mijn hart en ik beleid met mijn mond. De Bijbel zegt, dood en leven is in de macht van de tong. Te veel christenen spreken dood, verderf, negativiteit. En daarmee stort je jezelf in het verderf. En je geeft alleen maar munitie aan de vijand om je leven nog verder te verdorven, verdorven te maken. Te stelen, te roven en vernietigen. Maar het is tijd om je, om je tong te heiligen. En te zeggen, ik zal spreken woorden van leven en woorden van zegen. En woorden van heil en goede tierenheid. Zodat de wil van God gedaan gaat. Worden, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis, tot zaligheid. Vers 11. Ik ben aan het afronden. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, prijs de Heer. Vers 12. Als je in hem gelooft zul je niet beschaamd worden. Vers 12. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Hier is het nieuwe verbond. Want één en dezelfde is Heere van allen. En Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Halleluja, vers 13. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, die zal zalig worden. Prijs de Heer. Het is dus nodig de naam van de Heer aanroepen. En dan word je, word je voor eeuwen gered, vers 14. Hoe zullen zij... En dat is een mooi... Hier komen we tot het weer hoe belangrijk geloof is en hoe geloof komt. En daar hebben we het vandaag over. De wet van geloof. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? Je gaat niet iemand aanroepen in wie je niet gelooft. En hoe zullen zij hem geloven als ze nog nooit van hem gehoord hebben? Anders gezegd, je kan niet geloven in iets waar je nog nooit van hebt gehoord, zoals we net ook hebben gelezen in Handeling hoofdstuk 19. En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hier komen we helemaal tot de basis. Het woord moet eerst gepredikt worden. Jezus' bediening bestond primair eerst uit prediken, vervolgens onderwijzen en vervolgens deed hij tekenen en wonderen. Het is altijd in die volgordelijkheid, want eerst moet het gepredikt worden, zodat mensen het kunnen horen. En als mensen het kunnen horen, dan kunnen ze het geloven. En als mensen het kunnen geloven, dan kunnen ze het ontvangen. Prijs de Heer, ik ben hier enthousiast over. Want dit zijn eeuwige principes die zo krachtig zijn geweest in, in mijn leven. Oh, halleluja. En dat van alle mensen om me heen en in de gemeente en in mijn gezin en in ons huwelijk. En man, 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 wat een heerlijkheid. Dit zijn de principes waaruit we leven. En dat heeft ons leven drastisch veranderd. Vers 15. En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Hij zegt, mensen moeten gezonden worden, uitgezonden worden, door God gezonden. Om te prediken de blijde boodschap zoals geschreven staat. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. Halleluja. Dit is wat we nodig hebben. Mensen, de lieflijke voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. Prijs de Heer, vers 16. Maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Dus anders gezegd, er dus is wel gepredikt. Er zijn ook predikers geweest. Er zijn profeten geweest. Maar ze hebben niet altijd, mensen hebben niet altijd gehoord en vervolgens geloofd. Jezaja zegt namelijk, heren, wie heeft onze prediking geloofd? Vers 17. En hier leren we ook iets. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En hier leer een principe waar ik vandaag mee wil af, af, afsluiten: geloof komt door het horen. Geloof komt door het horen. De wet van geloof en de wetmatigheid van geloof. Alles begint daar waar je het woord van God hoort in zijn zuivere vorm. Geloof komt door het horen. Jezus zegt: heb geloof in God. Jezus zegt: alles is mogelijk voor diegene die gelooft. Jezus zegt in Marcus hoofdstuk 11, vers 22: heb geloof in God. Want wie tot deze berg zegt: hef je op en werp je in de zee, en niet twijfelt in zijn hart uh, 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 lees maar eens met me mee, vers 23. Want voorwaar ik zeg u, wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart. Want met het hart gelooft men met de mond beleidt men Amen? <totstukkig> Sorry. Wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt, zegt Jezus zelf. Vers 24. Daarom zeg ik u alles wat u biddend begeert. Geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Halleluja. Oh, man, man, man. Het begint eerst met het horen van het woord van God. Terug naar, uh, terug naar misschien kan het in beeld worden gebracht. Terug naar Romeino, stuk 10, vers 17. Geloof komt door het horen. Hè? En het horen door het woord van God. Oh, nou ontdekken wij de, wet, de wetmatigheid van geloof. Geloof is altijd in twee plaatsen: in het hart. En op de lippen. Je gelooft het met je hart en je beleidt het met je mond. Je gelooft de belofte van God, welke belofte het ook is. Het begint met eeuwig leven. Maar elke belofte wat strekt tot genezing, strekt tot voorziening, strekt tot veiligheid, strekt tot bescherming, strekt tot voorspoed. Alle dingen. Het begint met geloof, heilig geloof in je hart. En hoe kan geloof komen in je hart? Door het horen van het Woord. Door het horen van het zuivere Woord van God ontstaat geloof in jouw hart. En als jij geloof hebt in jouw hart, uit de overvloed van het hart, spreekt de mond. En vanuit het geloof van het hart en het spreken van, het mond, van de mond, wordt zaligheid, behoudenis, de wil van God gemanifesteerd en zichtbaar in jouw leven. In Jezus naam. Geloof komt door het horen. Dit is de wet van geloof. En wil jij zien dat het onmogelijke mogelijk wordt in jouw leven, is het zaak om jezelf te vullen met het Woord van God. Laat het woord van God binnenkomen in jouw oren. Laat het woord van God binnenkomen in jouw hart. Laat het woord van God uit jouw lip van jouw lippen komen. Spreek het woord van God. Beleid de belofte van God. En je zal merken de wonderen van God komen in jouw leven. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Halleluja. Je zal de vrucht daarvan eten. Tot zover wat we vandaag. We zijn al over de tijd heen. Prijs de Heer. Maar ik geloof dat je wat ontvangen hebt bij het woord van God. Amen. Het is levensveranderend geweest in onze levens. En het zal levensveranderend zijn voor een ieder die deze principes oppakt. En je zal zien: door, je, je gaat het hele Nieuwe Testament door. En je zal zien dat alles dit bevestigt: de wetmatigheid van geloof. De wetmatigheid van geloof. Lieve broer, lieve zus, als je hierop wil reageren, doe dat. Dus je kan een mail sturen naar een van de onderstaande e-mailadressen. We helpen je graag verder daar waar we kunnen. Weet dat we elke zondagochtend diensten hebben hier in het zuiden van het land in Geert hier zondagochtend om 10 uur. Ook om 10 uur in Breda. Op het voorerf nummer 7. Tot nu toe, we zijn zoekend naar een ander gebouw. Amen. En in Den Bos, ook tot nu toe, nog op Tesselschadestraat, nummer 22, meen ik uit mijn hoofd. Um, Wees van harte welkom hier in Geertruideberg op de Venestraat, nummer 16. Binnenkort ook in Gorkum. Meer informatie gaat volgen via de socials, via de website www.jubilee.nl. Volg ons. Wees deel van wat God aan het doen is. Dus als je op zoek bent naar een kerk, uh, wees van harte welkom. Als je zit in een kerk, dien daar de Heeren met kracht, met blijdschap, met overtuiging, met geloof. En ga zien hoe bergen worden verzet en de glorie van God zichtbaar wordt in jouw leven. Lieve broer, lieve zus, God zegen. Tot ziens, tot de volgende keer.